Vertel, je bent 27, je bent jong en veelbelovend als schilder en je krijgt de grootste opdracht uit je jonge carrière tot dan toe. Dat overkwam Govert Flink met dit schilderij. Het is 1642 en hij schildert het schoorsteenstuk voor de grote zaal van de Kloveniersdoelen. Dat was toen de grootste zaal in Amsterdam. Hij werd verhuurd voor bruiloften en partijen en deze heren konden de winst van die verhuur in eigen zak steken. Dit zijn de overlieden van de Kloveniersdoelen. Allemaal dure jongens die het hadden gemaakt in de stadsregering. En Flink past hier een paar leuke trucjes toe. Hij voegt een verhalend element toe in de voorstelling door deze voorste man te laten omkijken. Die reageert als het ware op onze aanwezigheid, op onze komst in de scène. En van de achtergrond komt de waard aan met de ceremoniële drinkhoorn. Dat is een 16e eeuwse hoorn die nog altijd bestaat. En daar gaan deze heren straks een slok uit nemen. Het bekrachtigt hun verantwoordelijkheden als bestuurders. Nou, Flink beperkt zich niet tot dit ene schilderij. Hij krijgt voor diezelfde zaal nog een opdracht. Hij is de jongste van alle 6 de schilders die daar actief zijn. Maar hij is als enige gevraagd om nog een schilderij te maken. Een groot schutterstuk, 3 jaar na dit schilderij. En oh ja, zijn voormalige leermeester Rembrandt schildert ook een schilderij. Nou, dat kennen jullie allemaal. Daar blijft het niet bij. Flink heeft goede manieren, anders dan Rembrandt, en kan zich goed bewegen in die hoge sociale klasse waar het hier om gaat. En krijgt dus in 1648 weer een opdracht voor een schutterstuk. Maar niet voor deze zaal, dat is voor een andere zaal. En daar wil ik jullie ook iets van laten zien. Initiatiefnemer voor dat schutterstuk is deze meneer, Johan Huydecoper. Vele malen burgemeester. En toen kapitein van wijk 1, de wijk die dichtst bij de Dam lag. Hij laat zich in 1648 met zijn manschappen portretteren. En we hebben door de voorstudies een idee hoe dat is gegaan. Hier zien we de kapitein, dat is eigenlijk Huydecoper, maar de kapitein lijkt nog helemaal niet op Huydecoper. Dus Flink heeft in zijn voorstudies nog niet de persoonlijke trekken toegevoegd. En kijk eens naar die omvang, die man is hier nog niet eens zo heel dik, let op. Hier de man in het midden met de schoen, een van de schutters die toevallig zijn sok optrekt, een heel mooi element. En deze olieverfschets uiteindelijk die Flink moet hebben voorgelegd aan Huydecoper om te vragen of het zo goed was, de compositie. En hier is de kapitein al wat dikker. Hij lijkt al een heel klein beetje op Huydecoper, dus langzamerhand komen die persoonlijke trekken erin. En op het uiteindelijke resultaat zie je dan dat het Huydecoper is. Dezelfde man als daar in marmer. Huydecoper blij, Flink blij. En let wel, hij is dan pas 33. Ferdinand Bol komt wat later op gang dan Govert Flink. Hij is eigenlijk net te laat om nog een bijdrage te leveren aan het Amsterdamse schutterstuk. Maar gelukkig kan hij in Gouda wel aan de slag. Hij schilderde dit schilderij daar in 1653 en we zien de Goudse krijgsraad in vergadering bijeen. 4 kapiteins en 1 kolonel. En ze zijn te herkennen aan hun kleurrijke sjerpen. Een uniek motief hier in het schilderij is de man die wegloopt daar links. Hij loopt de deur uit. Was hij nou moe van het poseren? Nou, waarschijnlijk niet. Zijn functie is namelijk dat deze man, deze kapitein, even kan omkijken wie daar nou de deur uitloopt. En daardoor vangt zijn hoofd het mooie licht, het natuurlijke licht dat door de vensters van links in de zaal op dit schilderij heeft geschenen. Deze verhalende truc die het schilderij dus een zekere schwung en vaart geeft, die heeft Bol ook al eerder toegepast in een regentenstuk. En dat hangt hier. Maar hier is het motief veel dramatischer toegepast nog. Kijk, de vergadering van de regenten van het Leprozenhuis wordt onderbroken doordat de binnenvader hier een behoeftig jongetje binnenleidt. Hij heeft een huidziekte op zijn hoofd. En dan kun je nog zulke goede bestuurders zijn, maar de boodschap is hier minder management, handen aan het bed. We kunnen hier rekenen op een goede verzorging voor dit jongetje door deze heren. Dat is de boodschap van dit schilderij. En doordat de groep van links binnenkomt, moet iedereen de rug ernaartoe had gezeten zich omdraaien. En we vangen allemaal het mooie licht dat van links op deze voorstelling binnenvalt. En de boodschap wordt versterkt doordat de regent is opgestaan en een
beweging maakt, een gebaar maakt naar de binnenvader en het jongetje. En de oude regent daar verderop, die heeft de hand op de arm van de voorzitter. Om hem eigenlijk te vertellen dat daar iemand binnenkomt die hulp, zorg nodig heeft. En die voorzitter is de enige die ons aankijkt om zo deze boodschap van goed bestuur en barmhartigheid bij ons binnen te laten dringen.